camera zit. Ja? Ja. Hey. Yes. Blij met het nieuwe depot? Ja, fantastisch. Ik ben super blij ermee. We hebben er 2 jaar aan gewerkt en nu is het eindelijk klaar. Dankzij de grutfonds is het inderdaad gelukt, want anders had het nooit voor elkaar gekregen. En heel veel vrijwilligers die mee geholpen hebben. Die vrijwilligers die verdienen wel een pluim. Ja, zeker. Die verdienen zeer zeker een pluim. En ook de vrienden van het museum, want er zijn ook een hoop vrienden die mee geholpen hebben. Anders hadden we het echt nooit voor elkaar gekregen. Ik vind het heel leuk dat dit een van de eerste dingen is die ik hier mag meemaken. En die ik ook kan zien dat hier heel veel gebeurd is de afgelopen jaren. En ja, ik ben zelf gek op depots en collecties. Dus het is voor mij echt kers op de taart en helemaal leuk. Nou, wat echt bijzonder is, is dat wij nu een klimaatkast hebben. Dat is een afgesloten ruimte waarin kwetsbare objecten veilig voor de eeuwigheid bewaard kunnen worden. En dan moet je vooral aan papier en foto's, dat soort dingen denken. En dat ligt nu dus heel goed opgeslagen en daar zijn we heel erg trots op. De Grootfonds geeft aan goede doelen. Daar hebben ze het opbrengst van het vermogen voor. En wij geven aan mensen die het heel goed kunnen gebruiken, die behoeftig zijn. En aan vooral aan ouderen, maar ook aan kinderen. Maar er zijn natuurlijk ook organisaties die behoeftig zijn. En het Jenever Museum is bij uitstek zoiets. We hebben ook aan het Stedelijk Museum wel eens wat gegeven. Maar het Jenever Museum is natuurlijk in een hele moeilijke tijd. En dit is echt iets wat de basis van het Jenever Museum kan versterken. De depot is het beginsel van een museum. Als ze geen depot hebben, alleen maar iets in de musea staat, dan zijn er geen wisseltentoonstellingen mogelijk. Daar begint het eigenlijk. En om dat dus te versterken en ook dus de erkenning als museum te krijgen, hebben wij gezegd, nee, dat doen we in 1 keer. Dus de Grootfonds vindt het Jenever Museum belangrijk voor Schiedam? Wij vinden dat heel belangrijk voor Schiedam, ja.